Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In een groot deel van Europa is het rustig weer, zien we ook op de satellietfoto van half twee vanmiddag. In Duitsland en in het oosten van Frankrijk ligt ook nog sneeuw. In Nederland ligt eigenlijk nergens meer sneeuw, behalve een smal strookje over Gelderland en de achterhoek in Twente. Verder is het zonnig bij ons. In Zuid-Holland drijft nog wat lage bewolking over, maar die bewolking gaat ook geleidelijk aan wegtrekken. Betekent dat het vanavond op de meeste plaatsen helder is en het gaat ook weer licht vriezen, min 1 tot min 3 graden. Verder een aantrekkende wind uit het zuidoosten, windkracht 3 tot 5. En die wind die staat ook vannacht nog door en dat zorgt ervoor dat de kans op mist klein is. Blijft ook onbewolkt, en minima komen uit tussen de min 2 en plaatselijk min 6 graden. Dan morgen overdag. In eerste instantie is het nog behoorlijk zonnig, zeker in de noordelijke helft van het land. Vanuit het zuiden gaat in de loop van de dag de wat hogere bewolking over het land schuiven. Maar de zon houdt nog wel behoorlijk wat ruimte. Het blijft ook droog. Het wordt 5 tot 9 graden en dat is een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Er waait een matige zuidoostelijke wind. Dan de dagen daarna, op zaterdag, raakt het in de loop van de dag geheel bewolkt. In de ochtend is nog wel wat zon. Het wordt 7 of 8 graden en vanaf de avond gaat het in het westen uit regenen. Er waait een matige zuidelijke wind. Op zondag en maandag is het overwegend bewolkt, soms schijnt even de zon. Verder zijn er van tijd tot tijd perioden met regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden en verder waait er een matige aan zee vrij krachtige of soms zelfs krachtige zuidwestenwind. Dus de wind gaat even flink door de atmosfeer. Dan tot slot de langere termijn. We zien dat winterweer voorlopig echt niet meer in de verwachting zit. Middagtemperatuur ligt ruim boven het vriespunt, zelfs boven de 10 graden op verschillende dagen. In de nachten temperaturen zo rond de graad of 5. De kans op vorst is voorlopig klein. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl